Goedemorgen! Ik ben wakker en ik heb vandaag niet heel erg veel te doen en ik heb heel erg lang niet meer gevlogd. Gisteren vlogde ik ook, maar toen... Ja, kijk, gisteren heb ik dus heel eventjes gevlogd. Het komt nu in beeld. Oké, mijn camera doet echt super raar. Ik moet echt naar laten kijken, want nu komt mijn papa thuis. Maar ik ga zo even hardlopen, even een banaantje eten. Ik had gisteren een banaantje in mijn tas gedaan en was het helemaal plat. Dus dat ga ik vandaag even doen. Wordt niet een hele interessante vlog. En vanavond heb ik weer dansen. Heb ik ook al een week niet gedaan omdat ik ziek was. Dus ja, let's go. Ik ben trouwens zondagjarig. Het is vandaag dinsdag. Mijn camera is echt fucking vaag. Ik ben nu dus even eten aan het zoeken. Eeuw, karnemelk. Papa. Een appel. Oh, trouwens. Appel met kaneel is wel heel lekker. Ik heb echt zin in de komende weken en maanden. Echt hele leuke dingen doen. Echt een goede vanger. En ik moet even het tosseisje opruimen. Appels tellen. Dan ga ik buikspieroefeningen doen. Beeloefeningen doen. En dan ga ik... Oh ja, ik ging... Ik moet om 2:30 bij de huisarts zijn. En ik ging nog even... Healthy food halen bij de Albert Heijn. Camera. En jongens, ik twijfel. Eeuw! Er ligt nu snot op de tafel. Ik twijfel, nu is, lijkt het heel licht allemaal, maar ik heb best wel veel uitgroei. En ik wil het gewoon laten bijwerken natuurlijk. Maar het wordt natuurlijk winter, het wordt november. Eerst moet het zomer nog komen, prima. Even muziek uit. Ik krijg echt de meest nutteloze snap ooit. Van iemand die mij nooit meer snap stuurt, maar... ik wil dus mijn uitgroei laten bijwerken en lowlights doen. Ik wil wel blond blijven, want ik denk dat... Ik bedoel, dat is ook je soort van image. Mensen weten nu, oké, jullie als blond. Ik weet niet, mijn moeder zei dat dat belangrijk was. Ik dacht, oké. Ik wil dus wel gewoon blond blijven, maar ik wil, denk ik, een paar lowlights erin. Zodat het ietsjes donker is. Omdat dit is natuurlijk ook allemaal super blond door de vakantie. En het is niet mijn natural hair color, dus... ik vind het weer irritant als mensen opeens Engels gaan praten. Nu doe ik het zelf ook. Dus, ja... Ik moet over een kwartiertje ongeveer naar de huisarts gaan fietsen. En ik heb echt geen zin. Maar ik wil wel even weten of ze er iets aan kan doen. Of dat ze me speciale vitamine of medicijn of zo kan geven. Want dat zou fijn zijn. Heb ik niet hooikoorts? Wanneer krijg je hooikoorts? Ik weet dat echt niet. Nee, dat krijg je toch in de lente? Ja, weet ik veel, joh. Nou, in ieder geval dat dus. En dan... Vet goed verhaal. Sorry, ik ben een beetje slechter. Ik moet even inkomen in het vloggen. En... Mijn haar lijkt nu super blond, maar valt wel mee. In the real life. Nou, super leuke beelden dus van gisteren. Was niet zo erg veel, dus daar maak ik niet de hele vlog van. Vandaag ga ik, als het goed is, een cover opnemen. Ben ik nog niet zeker, mijn kamer een beetje opruimen. En, oh, echt een goede angle. En met mama even naar Almere, want ik wil een outfit halen voor mijn verjaardag. Dus, that's the plan. Als ontbijt eet ik 2 broodjes met gezonde pindakaas. Er zit alleen maar pinda's in, kan je bij de Albert Heijn halen. Met stukjes wel. En thee met gember en citroen, omdat ik van mijn koffieverslaving af wil. Want dat is natuurlijk even wat beter om te drinken 's ochtends in plaats van koffie. Oké, ik heb net koffie gedaan in een espresso
kopje. Omdat ik gewoon echt niet kan wakker worden zonder koffie. Dat merk ik nu zo erg, zo confronterend. Ja, het echt, ik drink echt wel koffie volgens mij sinds ik in de eerste klas. En ik weet dat dat heel slecht is, maar ja, ik ben het gewoon gewend. Of zo. Ik heb net dus even dat gedronken en een hele beker met vitamine C en vitamine D. Nu ga ik even douchen en ik heb super last van mijn hak, want gisteren stond ik te dansen in mijn kamer. Just be honest. Dat deed ik, dat was leuk. Maar ik stoot toen keihard mijn enkel tegen mijn onderbroekenlaar. Dus ik had gisteren gelukkig geen last van mijn dansen, maar nu best super erg veel. Het is nu 11:15 en ik ga om 1:00 met mama naar Almere. Nu even lekker douchen, weet niet of ik maar ga wassen. Ik weet het even niet. En dan... even mijn kamer opruimen. Zo, ik heb make-up gedaan en even mijn haar gedaan. Heel veel mensen vroegen waar deze haarband van was. Maar die is van mijn moeder. Van echt best wel vroeger volgens mij. Ik ga even een cover opnemen. Sorry dat ik het hele weer loop binnen is of ik mezelf goed film. Maar ik ga nog mijn inners poppen. Ik neem trouwens ook heel erg vaak op met mijn inners gewoon in. Dat vind ik echt super chill. Kijk, ik zal even laten zien. Oh, dat deurtje gaat ook weer daarachter open. Dan zit ik dus hier. Moet ik mijn scherm echt schoonmaken. Hier is een microfoon. En hier moet ik dan alles aansluiten. Even kijken. Die moet aan. Wondering if you got a body to hold you tighter since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. No, you wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, it didn't end it so good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Ooh, can we be friends? So good. But you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? We gaan even een outfit scoren voor mijn verjaardag in ieder geval. Tenminste voor mij. En oh ja, ik ging nog even googlen of er een piercingwinkel in de buurt was. Want ik wil dus hier piercing laten zetten nog steeds. In mijn linkeroor. Dat had ik al bedacht. Ja, dat was mijn verhaal. Goed verhaal. Dankjewel. Oh ja, ik moet misschien ook nog even naar koken, maar dat gaan we kijken we nog even wat we doen. Ik heb gewoon hier veel te vertellen. Het kan zijn dat ze onderuit gaat hoor, ik zeg het maar even. Oké. Okay. Ik moet eens even doen. Ja, precies. Nou, met mijn bloedprikken gaat dat onderuit. Oké. Ja, en vaccinaties en... Nou, dat zal ik nu ook. Maar dat vind ik toch anders, want dan zit ze met bloed en zo. En dan denk ik, ja... Oké, dus je houdt sowieso niet van bloed? Nou, ik kan er wel tegen, maar niet als mensen. Nee, ik kan er niet tegen. Ik heb eens een tangetje erop.
Mm-hmm. Nee. Het belangrijkste is dat je gewoon probeert te ontspannen en adem te halen. Dat is waarschijnlijk zo gebeurd, hè? Kijk hoeveel mensen een oorpiercing hebben. Hoe mm-hmm. erg kan het zijn. Precies. Kijk naar mijn oren. Mm-hmm. Daar komt hij aan. Mm-hmm. Dat was het ergste. Je hand is even weg, joh. Ik voel best wel mee. Dan zou ik lachen als je alsnog nu onderuit zou gaan, weet je wel? Ik voel best wel mee. Kan, hoor. Nee. Kan het pas gebeuren als je opstaat en zo. Dus rustig opstaan. Rustig aan doen. Ja, ik had het met die gaatjes schieten. Oh, dat valt wel mee. Ja, maar dit is met schieten is dat zo. Ja. Dat is echt zo klang en dan denk ik, en dan begint het toch gewoon een beetje te groeien. En dan kan ik er na 16 weken of zo. Hij heeft een beetje vanaf niet geneest, maar daar gaan we vanuit. Dat is 4 maanden. Ja, want sommige mensen hebben er heel veel problemen mee. Ja, toch? Ja. Je moet er goed mee omgaan, niet te veel aanzetten ook zeker. Nou, dat is schoonhouden. Niet heen en weer, niet ronddraaien. Niet, nee, het is geen knopje. Bij het haartje moet je het even doen. Ja, officieel ook niet. Echt? Oh. Nee. Dat zeggen ze steeds. Ik heb echt gekke. Maar we hebben een beetje ouderwetse juwelieren, ze hebben onder Ja. Dat is wel ouderwetse, inderdaad. Oké, ik stop nu met filmen. Kijk. Oh, wacht even, inderdaad. Wacht even, hij is niet scherp. Ja, je hebt een rood oor. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel mooi. Ja. Ik heb echt moeite met dat ik aan jullie niks mag vertellen over wat ik allemaal aan het doen ben. En dat maakt de vlogs ook moeilijker, omdat ik er best wel veel mee bezig ben. Dagelijks en ik zit te twijfelen of ik een vlog of ik zeg maar ga filmen, een soort diary van hoe ik het allemaal beleef en dan later allemaal online gooien wanneer dat mag. Jongens, ik ben nu live en ik kan wel eventjes laten zien hoe dat er voor mij uitziet. Kijk. Ja. Leuk. Ik ga vanavond deze proberen te editen. En dan morgenochtend online proberen te gooien. Dat wordt echt nachtwerk. Leuk! Ik vind het echt leuk om live te gaan. En om te vloggen. Ik moet altijd alleen aan beide moet ik altijd wennen. Ik heb trouwens net... Even aan het vloggen hoor. Ik heb net... Hij wil niet scherp stellen. Ja, hij is weer scherp. Oké, ik heb dus net een cover proberen op te nemen en ging niet heel erg goed. Toen dacht ik ga gewoon eventjes lekker live en dat ben ik nu. En mijn piercing doet niet echt heel erg veel pijn of zo, maar ik moet het wel goed gaan schoonmaken, dus ik moet even schoonmaakspul hebben morgen. Goedemorgen, what a surprise. Ik ben weer helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten gisteren. In ieder geval, ik heb gisteravond niet meer zo erg veel gedaan. Ik heb mijn piercing schoongemaakt. Zo ziet hij er nu uit. Gaat wel goed. En ik ga nu ontbijten en zo. Maar dat zien jullie in mijn volgende vlog. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer.